Michael, gefeliciteerd. Wat was jouw verhaal van deze wedstrijd? Ja, ik denk dat ik gewoon weer een goede wedstrijd neerzet. En ja, mijn dubbel was gewoon weer lekker. Scorend af en toe kon het net iets beter, maar ik heb niks te klagen, denk ik. Nee. Als ik kijk naar de eerste drie sets, en daar wordt denk ik toch wel de beslissing gemaakt. Iedere keer in de laatste leg. Eerste set begon je met een 11-darter. Of tenminste, die gooide je uit met een 11-darter. En daarna begon je twee keer met 160. Dan laat je hem ook geen enkele kans, hè? Nee, ik denk op veel momenten pijn. Vooral in het begin van een wedstrijd. Dat zei ik net al. Dit wil je doen tegen iedere tegenstander. En ik deed de juiste dingen op de juiste momenten. En je wil hierop voorbeduren. En ik voel me goed, dus waarom ook niet? Ben je blij? Of nog niet helemaal? Want ik bedoel, er komt nog een wedstrijd natuurlijk. Die finale morgen. Ja, tuurlijk. Het is blij is een groot woord. Ik ben al tevreden tot zover. Maar ik ben niet meer één doel. Dat is het toernooi winnen. En maakt niet uit waar je gooit. Je moet gewoon die beker op het einde omhoog houden. En hoe schat je die kans in, vooruitblikkend op de wedstrijd tegen Peter Wright? Want die heb jij vanavond ook zien gooien. Het was niet veel speciaals van zijn zijde, denk ik. Natuurlijk komt hij goed terug, maar ja, weet je, als mensen gewoon daar gewoon doorgooien, dan wint hij die wedstrijd. En ik moet gewoon doen wat ik de laatste twee wedstrijden heb laten zien. Gewoon goed onder druk zetten vanaf het begin en dan gaan we kijken wie er gaat winnen. Precies, dat is morgen. Vanavond even lekker slapen. Ik ga daar lekker slapen, ja zeker. Tot morgen. Dank je wel.